En dan het allerbelangrijkste natuurlijk. Dat is ook een onderdeel altijd van een overstap. De money. Geld? De money. Ja, de Poen en Sander Show. Het geld. Ja, ik ga niet ontkennen dat we meer gaan verdienen. Maar ik hoop dat mensen ons echt willen geloven dat het absoluut niet een drijfveer is. En ook niet het belangrijkste argument. Dat is echt vernieuwing, verandering, andere processen, creativiteit. Maar ja, we kunnen niet ontkennen dat we meer gaan verdienen. Kijk, ik ga jullie niet vragen hoeveel jullie verdienen. Want dat vind ik altijd helemaal niet netjes. Maar andere mensen vragen zich wel af. Edwin Evers, Radio 538, is met 1,8 miljoen de bestverdienende DJ. En zijn collega Ruud de Wild is goed voor 1,5 miljoen. De derde plek is voor Veronica DJ Jeroen van Inkel met 1 miljoen. En dat is fors meer dan de DJ's bij de publieke. Het parlement heeft gezegd dat de mensen in dienst van de overheid, wat je bij een omroep in feite bent, niet meer mogen verdienen dan een minister. Daar zitten ze nu ruimschoots boven. Dus de heren zouden ongeveer 50.000 euro per jaar terug moeten in salaris. Ja, ik kan me voorstellen dat je daar niet heel erg blij van wordt. Ook profvoetballers kiezen vaak voor het avontuur of de uitdaging. En de markt van radiodiscjockeys lijkt daar een beetje op met zijn transfers. Alleen moeten die radiojocks echt zorgen dat ze de sympathiefactor houden. Je zag dat een tijdje terug bij toen Talpa begon. Jack Spijkerman die stapte toen over voor heel veel geld. Die werd toen neergezet als graaier en zijn populariteit daalde enorm. En juist als radiojock moet je natuurlijk van je populariteit hebben. Dus is het verstandiger om te zeggen dat je het voor de uitdaging doet dan voor het geld. Ja, ik ben het met die laatste opmerking niet helemaal eens. Want ik ben in die tijd ook overgestapt van Studio Sport naar Talpa. En ik heb gewoon heel duidelijk gezegd, ik ga om twee redenen weg. Ja, wat jullie ook zeggen, je gaat voor persoonlijke ontwikkeling. En met name, wat kan je doen? En is het inhoudelijk interessant wat je doet? Ja, maar ik ging ook zeker omdat er een financiële ontwikkeling was. Ja. Het is eigenlijk heel simpel, Umberto. Wij, en dat is het stuk wat ik vanmorgen uit mijn hart heb geschreven op mijn Facebookpagina. Dat is namelijk echt wat het is. En natuurlijk maken we een overstap naar een commerciële omroep. Ja. Wij zouden gek zijn als we daar niet iets meer gaan verdienen. Komt niet in de buurt bij de bedragen overigens die we daar hebben gezien. Was het maar zo. Plus het moet door twee, hè? Dat is ook echt, dat moet je niet vergeten. Oh ja. Het moet echt door twee. Maar jij een derde. En hij twee derde, maar ik dan een nieuwe Audi. Nee, maar even serieus. Twee dingen wil ik uit de wereld hebben. Ten eerste, we zouden niet moeten inleveren. We hebben een contract met BNN, dus we zouden niet moeten inleveren. Dus dat is ook niet de reden dat we weggaan. En ja, Jack Spijkerman bijvoorbeeld wordt vaker genoemd. Hij komt van de VARA, een enorm linkse partij. Dus dat werd hem niet echt in dank afgenomen. Maar wij zijn echt niet de eerste DJ die overstap maken. Nee, is het ook niet een beetje wat elke voetballer graag wil, die Ajax, Feyenoord, PSV, die wil naar buitenland. Die wil een keer die grote club, liefst met een pak geld erbij. Is dit jullie grote club? Nee, maar we zijn al helemaal volgroeid, we zijn briljante voetballer en nou gaan we daar. Als wij de overstap voor het geld hadden willen maken, dan waren wij 2 jaar geleden en 4 jaar geleden waren wij al lang weggegaan. Dan waren we al weg. Veel meer geld dan we nu gaan verdienen. Maar inderdaad, het is een stapje hoger, ja. Eén puntje nog. Jullie opvolgers, dan heb je Timur en Ramon, Domien Verschuren of misschien Gerard Ekdom. Hebben jullie daar een voorkeur voor? Jullie oude uur. Nou ja, wij gaan daar niet over natuurlijk. Nee, maar jullie hebben wel een mening daarover. Ja, het zijn alle drie allemaal hele geliefde collega's bij 3FM. Timur en Ramon vind ik persoonlijk een fantastisch duo. Ja. En die zouden het ons heel erg moeilijk, allemaal overigens, maar zij zouden het ons heel erg moeilijk kunnen gaan maken in de middag. Ja, die zijn het verst in de ontwikkeling. Timur en Ramon. Ja. Dat, wat jullie betreft, maar jullie gaan er niet over. Onthoud die namen niet. Ik wens jullie heel veel succes bij 15 dag. Dankjewel, jongens. Sander en Koen en Sander, dames en heren.